Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie is vanmiddag op oriëntatiebezoek geweest bij het pompgemaal aan de HD Benjaminstraat. Het betrof een veldbezoek in het kader van het verbeteren van de ontwatering rond het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Op dit pompgemaal is namelijk de afwatering van het AZP aangesloten. De bewindsman zegt dat het noodzakelijk is dat het overtollig water goed wordt verwerkt. Hij benadrukt dat het geenszins de bedoeling is dat deze locatie droog wordt gehouden, terwijl een andere locatie onder water loopt. Volgens Chotkan is het ministerie bezig om de wateropvangcapaciteit te vergroten. Dus ook de pompgemaal van de Drambrandersgracht, die zit ook in een van de projecten binnen het programma om ook verder aan te pakken. Nee, niet dit project, in het programma. Ja, in het programma. Ja, ontwatering. En dit is een onderdeel geweest van ontwatering Groot Paramaribo. Dit is een onderdeel. Masterplan, sorry, masterplan. Ontwatering Groot Paramaribo. Dus het is weer een onderdeel van een groter geheel, maar je kan niet alles in één keer gaan uitvoeren natuurlijk, vanwege het feit dat je dat geld natuurlijk niet in machten hebt. En je uitvoeringscapaciteit moet je natuurlijk niet gaan overschatten. Maar dat we dus onderdelen daarvan bezig zijn projectmatig uit te voeren, dat merken we natuurlijk met het project ook. We zijn bezig en we weten natuurlijk dat het zal gaan helpen door deze werkzaamheden uit te voeren in het verlengde daarvan. Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij is vanmiddag op oriëntatiebezoek geweest bij het pompgemaal aan de HD Benjaminstraat. Het betrof een veldbezoek in het kader van het verbeteren van de ontwatering rond het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.